Yo kijkers van Mega Mike, en vandaag zijn we terug met de nieuwe Minecraft Skywars aflevering. Zoals jullie wel gewend zijn van mij, Skywars. En we gaan vandaag gewoon lekker knallen, dus laten we gewoon beginnen. Oké, we zijn hier aangekomen in de map Savanne. En ik heb deze map na de update volgens mij nog nooit gespeeld. Dus ik ben erg benieuwd hoe Savanne eruit ziet. Wat ik wel al meteen zag aan andere kisten. Tenminste, ik had deze map trouwens 1 keer eerder gespeeld. Ik had hem net nog gespeeld, even een oefenpotje. En toen zag ik deze ook. En wat ik al merkte, is dat er, wait it, dat er de kisten in de boom zitten. Ik zie trouwens nu ook pas dat het nu pas basic is, dus dat is wel een beetje wat kutter. Maar het is dus, er zitten kisten in de boom en er zitten kisten onder en op het land. Dus laten we die even allemaal pakken. Ik heb trouwens een schild, zie ik. Oh, what the fuck. Oh, what the fuck, ga jij mij, what the fuck. Wat doe jij nou? What the fuck doe jij nou? What the fuck doe jij? Ik weet niet wat die gozer ging brengen met zijn stuf of zo. What the fuck was hij aan het doen? Ik sloeg mis. Daar niet van. Maar dat was een beetje kapot random waarom ik aangevallen werd. Van, laten we even naar de kisten in de boom gaan. Oh, kut. Moet ik wel erop komen. En dan gaan we zo langzamerhand de kistjes af van anderen. Want anderen hebben deze ook niet gekleerd. En je kan van boom naar boom springen. Zoals je ziet kan ik nu op zijn boom komen. En dan zit ik nu op zijn boom. En ja, dat kan best wel makkelijk naar andere eilanden toe. Volgens mij kan niet naar elk eilandje toe wel. Kan naar elk eiland? Jawel. Jawel, kan wel. Oké, mooi. Pakken we zijn kist ook nog eventjes. Moet ik alleen even goed oppassen dat ik zeg maar wel goed jump. Maar het zou een beetje kut zijn als ik nu zeg maar al mijn jumps faal. Oké, ik krijg best wel goede gear. Laat ik even al die extra dingen weggooien. Allemaal niet nodig, joh. Ik wil een broekje. Ik heb geen broek, dus een broekje zou wel chill zijn. Oké, laten we gewoon verder gaan. Gewoon lekker op iedereen's lekkere dak lopen als het ware. Of iedereen zijn bomen. Op zich vind ik het wel een leuke map. Het is best wel rushy, maar je kan toch wel heel erg sneaky spelen. Dus dat is wel fijn. Oké, een iron pickaxe. Die hadden we wel nodig. Eigenlijk wil ik ook even een stenen axe hebben ofzo. Ik wil leren om te proberen met axe te spelen. Ik weet niet of iemand mijn survival games heeft gezien. Ik ben niet zo heel goed met een axe. En ik wil het eigenlijk wel leren om mee te spelen. Want het lijkt me best wel leuk als je het gewoon een beetje goed kan. Ik zag trouwens ook een lava bucket daarin staan. Oh, ik had nog chain. Lava bucket. Die wil ik wel even hebben. Oké. Waar zitten ze eigenlijk? Volgens mij loop ik gewoon allemaal voorbij op dit moment. Oh, daar zit iemand. En daar zit ook iemand onder. Oké. Laten we daar maar gewoon een beetje in gaan. Beetje sprinten gewoon lekker rustig naar voren. Oké. Die kan weg. Die heb ik niet meer nodig. Die kan ook weg. Die kan weg. Die kan weg. Die kan weg. Die kan weg. Helm kan ook weg. Oké. Zat er nog eten in? En een pijl. Ja. Oké. Een ex. Zo. Oké. We hebben nu 32 wortels. We hebben pittig veel eten. Dus op zich voor basic nu het vrij goed qua food. Dus daar ben ik wel blij mee. Laten we in ieder geval even verder gaan naar de volgende. Ik zie trouwens dat... Oh fucking, ik schrok me rot, jongen. Jezus. Laat me schrikken, joh. Potverdikkie, zeg. Hey, doe eens niet. Nee. Hey. Oh, gaan we show spelen. Gaan we show spelen. Oké. Okay. Oh. Oh, what the fuck? Ik schiet echt, ik kan echt niet raak schieten. Ja, laat op ik. Kan ik je nu doodschieten met fucking low nu, hè? Ja, en met fucking low. Kijk, kijk, gaat hij al verstoppen? Gaat hij al verstoppen? Oké, okay, dan kunnen wij nu bouwen. We hebben zometeen... Hoor ik nou iemand? Ik weet het niet. Wat ze meteen gaan doen? Ja, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Dat dacht ik dus even lekker niet, hè? Oh, fuck. Dat dacht ik dus even lekker niet. Fuck. Zo. Mooi. Oké, zijn veilig. Wat we even gaan doen... We droppen zo meteen water naar beneden en dan gaan we erin. Oh, jij gaat niet meer omhoog. Nee! Jij gaat niet omhoog komen. Nee, jij gaat niet omhoog. Oh, ik ben dood. Kan ook. Kijk, zo. Gaan we met water naar beneden. Dan zijn we beneden. Kom dan. Hé, tegen jou moest ik net ook. Jij was fucking slecht. Kom hier, nerd. Duur wel veel tegen je te vechten, hoor. No problem. Ho. Hij hit wel goed. Oh, dat was al het einde van de match. Holy shit, dat hebben we snel gedaan. Nou, oké, okay, GG voor mij. Hack. Hier heb je het al. Hier heb je het alweer. Wat had ik als hacks? Oké, okay, ik sloeg volgens mij 4 of 5 keer mis. Volgens mij had ik geen speed, want ik kreeg speed van mijn ability. Dus dat klopt. En je zuigt gewoon. Dus ik weet niet wat de fuck er aan de hand is. En ik zoog ook, want ik sloeg gewoon de helft mis. In ieder geval laten we gewoon even verder gaan naar het volgende potje. Oké, okay, we zitten op de map Bones. En hij zit voor het eerst lekker vol. Oh, heerlijk. Gewoon lekker meteen beginnen.
Ik hou wel een beetje van random maps, weet je. Gewoon even lekker op een random klikken. En dan heb je gewoon dit soort mappen. Dit soort mappen zijn zo fijn. Ik heb Bones heel vaak, heb ik hem niet meer gezien. En sinds kort is hij er weer aardig vaak. Tenminste, sinds kort. Sinds een paar maanden is hij er weer aardig vaak. Maar er is een tijdje geweest dat Bones er volgens mij uit was gehaald. Dat was wel jammer. Ik vind Bones een van de leukere mappen. Het is gewoon lekker vol. Je kan lekker rushen. Elk eilandje heeft hier zo'n zijn ding. Oké, nog één kist moeten we even hebben. Ik zie daar iemand. Oh, ga je nou naar... Oh, ik wou net zeggen, ga je nou naar me toe? Maar dat ging niet. Dat ging niet. Oké, zo. 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 Oké. Dat is gefixt. Oké, die gozer zit daar naast me. Ik wil even mijn golden apples even bij me houden. Zo. Oh. Ah, fuck. Ik had net mijn eieren moeten pakken op dat moment. Maar jou kan ik nu wel afgooien, Stommy. Laat me zitten, laat me. Laat maar. Oh. Ik zal het niet doen. Ik heb jouw eiland nu. Oh. Nice. Oh, kut, snel. Oké, mooi. Ja, gozer. Nu kan ik je pakken. Laat pik. Mooi. Kijk, ik heb gewoon een rechte angle. En dan kan hij me niet raken. Dan moet ik alleen oppassen voor andere mensen. Dat hun me niet van de zijkant eraf schieten. Als ik gewoon een rechte angle heb, dan kan ik hem gewoon raken. Tenminste, dan kan ik niet eraf worden gedonderd. Oké, we hebben in ieder geval een diamond helm erbij. Die hadden we al. Maar pakken we nog gewoon even lekker uit. Dat niemand zometeen een diamond helm heeft. Terwijl ik al een grotendeel van de mensen met een diamond helm zie lopen. Oké, ik word even lekker in mijn kop geschoten. Ook altijd fijn. Kom eens hier, ja maniak. Waar ben je? Kiekeboe. Kiekeboe. Ik wil eigenlijk die achterste raken. Ga doorlopen. Loop naar rechts. Loop naar rechts. Kut. Dat doet het niet. Ik miste ook al überhaupt, dus maakt er nog niet meer uit. Dankjewel. Maar nog eentje. Hij is niet dood. Hij leeft nog. Nu ben je wel dood. Ik had verwacht dat hij dood was, eerlijk gezegd. Oké, er zijn nog 8 spelers. Dus dat betekent dat ik de 7e ben. Tenminste, de 8e ben. Dus er zijn er nog 7. Sorry. Gisteren. Oh. Puur paar schrik. Gooide ik hem eraf. Dat was echt niet gepland, dat ik hem eraf gesmeten. Ik wou hem eigenlijk gewoon even een tikje geven, dat ik hem zwaar erbij kon pakken. Maar trouwens, met de blokken heb je meer knockback. Holy shit, dat deed hij netjes. Oh, hij stond daar, laat maar zitten. Ik kan het zeggen, als iemand anders dat was, had hij het netjes gespeeld. Maar het heeft in ieder geval een blok. Als je met een blok slaat, heb je als het goed is meer knockback dan als je met een wapen slaat. Tenminste, dat dacht ik. Dus ja, ik weet niet. Als je iemand eraf wil mappen, kan je soms beter met een blokje slaan als je weet zeker hem eraf te gaan te mappen. Want als je hem er niet af gaat mappen, dan ben je echt flink veel damage verloren. Want een blokje doet natuurlijk geen damage. Dus dat is een beetje het riskante eraan. Tenminste, ik weet nog steeds niet zeker of dat echt werkelijk zo... Hey, doe eens normaal. Jezus, man. Met je kutboog. Flikker eens op, joh. Ik ben hier gewoon lekker bezig. Oh, hij kon natuurlijk weer de fight verpesten. Jezus, man. Kom op, man. Doe eens gewoon wat in je eentje. Ik vind het lief dat je me helpt. Oh, mis. Gejacked. Nou, ik doe even zo bij jou. Laten pik. Succes. Succes met die kerel. Oh, what the fuck? Je was opeens achter me. Holy man, je liet me schrikken, joh. Je liet me schrikken. Hey, doe eens normaal. Doe eens normaal. Oh, zet je me gewoon in het vuur. Ja, ik heb net wet water weggegeven, weet je. En dan moet ik weer even helemaal naar dat ding toe. Om fucking water te gaan pakken. Nou, laten we even dat doen. Even onszelf blussen. Als het goed is, zit hier nog water. Ja, dankjewel. Oké, mooi. Dan zijn we daar ook vanaf. Zit die guy hieronder nog? Dat is mijn vraag. Volgens mij wel. Volgens mij hoor ik hem. Zit je er nog? Lieftallig klein ventje. Waar ben je? Waar ben je? Ik shift hier gewoon boven. Wacht tot hij naar boven komt. Wacht tot ik hem mooi bouw. En dan flikkeren we hem gewoon eraf. Dus we campen hem eigenlijk gewoon even weg. Oké, er is nog 1 iemand dood. Dus dat betekent dat er nog 2 mensen over zijn. Ik zie trouwens weer mijn cam. Het schuin draait. Sorry daarvoor. Ik hoop gewoon eigenlijk dat hij even recht blijft zitten. Maar dat doet hij niet. Oké. Waar denk jij heen te gaan, poepedoepie? Waar denk jij heen te gaan? Dat dacht ik dus even niet, hè? Dat dacht ik dus even niet. Zo gaan wij dus even niet spelen vandaag.
Nee. Dat doen wij even anders. Oké, maar in ieder geval, hij is dood. Baar is de laatste guy. We pakken even rustig ons kompasje erbij. En we hebben natuurlijk ook een powerboog. Omdat die gozer een powerboog heeft en we hebben geen kompas. Dat is wat jammer. Heeft iemand een kompas? Heeft iemand hier verstand die dat ding nog überhaupt pakt? Oké, we hebben een broek erbij. Ik ga ervan uit dat hij gewoon goede shit heeft. Ik krijg geen kompas te pakken. Hij zit toch nog wel in de game, toch? Ik had hem ook volgens mij niet eens in mijn kist gehad. Misschien heb ik hem in mijn kist gehad en heb ik hem ook zelf over het hoofd gezien. Maar ik vind persoonlijk... Oh, daar is hij al. Vind ik het wel een handige item. Ik weet het. Ik zie trouwens dat hij naar midden probeert te bouwen. Dus we moeten wel even op gaan schieten. Dat we hem, zeg maar, qua een zijkant kunnen pakken. En dan hem eraf kunnen schieten als hij werkelijk naar het midden gaat bouwen. Moeten we hem wel even in de gaten houden. Zometeen gooit hij mij eraf. Het zal een beetje kut zijn als ik er dan word afgegooid. Oké, hij is nog steeds daar. Pak ook even wat eten erbij en wat nieuwe blokken. Ik heb niet heel veel blokken meer. Een beetje jammer. Ik heb wel 14 vis. Jezus. Kijk, hier gaat hij komen? Gaat hij komen? Gaat hij komen? Ja, kijk eens. Je bent dood als ik je raak. Je bent dood als ik je raak. Je bent dood. Later, Pikkie. Oké, we gaan weer verder. Naar het volgende potje. Oké, het gaat pittig lekker. We zijn nu in de map jungle. Is dit voor? Ja, dit is jungle. Oké, we zijn nu 2 matches gewonnen. Kunnen wij de derde winnen? Kunnen wij dat doen? Kunnen wij dat gewoon 1 keer fixen? Dit is gewoon letterlijk de eerste keer dat ik het opneem. Ik heb wel eens gewoon dat ik een Skywars of Survival Games meerdere keren opneem. Omdat het soms niet altijd even lekker gaat met gameplay. Maar in dit geval gaat het gewoon in 1 keer gewoon helemaal goed. Dus ik ben gewoon blij. Ik heb gewoon 1 potje ingespeeld en ik ben gewoon blij, weet je. Met Survival Games was ik het sowieso gewoon niet gewend. Dus ik moet sowieso heel wat potjes opnieuw spelen. Dat had ik zelf ook al in de gaten. Dat moest gebeuren. Maar hier gaat het best wel flawless. Gewoon Skywars, gewoon nice, killen gewoon mensen. En ja, wordt gewoon een zekerheid gescholden. Dat is natuurlijk wat je altijd wil. Nou, in ieder geval. Laten we... Gaat er de volgende guy gaan. We hebben golden apples. We hebben pijlen. We hebben geen boog, volgens mij. Nee, we hebben geen boog. En we hebben hier en daar wat eten. Dus, ik denk dat deze gozer gewoon makkelijk kunnen pakken. Wat we doen, we flikkeren wat water naar beneden. Gaan we met het water mee. Haal het water weg. Oh. Hij gaat naar boven. We gaan hem gewoon achter hem aan. Ik weet niet wat jij aan het doen bent, pikkelikker. Hey, luister eens. Joe. Kijk me eens aan. Hier. Neem die maar even mee. Nog groeten. Oké. Volgende guy. Hebben ze mij echt gewoon niet in de gaten of zo? Of ligt het aan mij? Zo vast aan mij liggen. Het lijkt of ze gewoon totaal blind zijn. En mij totaal niet in de gaten hebben. Ik vraag me echt af wat er aan de hand is. Ben ik onzichtbaar of zo? Even serieus. Niemand ziet me staan. Hè? Dat is niet echt al leven. Jezus. Ik dacht dat ze hier me wel zien staan. Maar blijkbaar ook niet. Oké, kom op. Volgende eilandje. Nice. Ze hebben trouwens die glitch hebben ze eruit gehaald, volgens mij. Ik glitch in ieder geval niet meer met springen. Dus als je te veel fall damage krijgt, dat je hem dan terug glitcht. Maar nu ik veel potjes gespeeld heb, heb ik daar eigenlijk geen last meer van. Hey, Pik. Hey. Hallo. Ik ben er ook. Oké, we hebben een powerbow. Mooi. Die had ik nog nodig. Hebben we nog goede schoenen? Nee, we hebben geen goede schoenen. Dat is echt het enige wat ik nog nodig heb. Oké, we gooien jouw golden troep er even af. En diamond, wat ik niet meer nodig heb. Er zat toch iemand in het midden, dat weet ik nog. Die andere weet ik allemaal niet meer. Dus ik ga even mijn kompasje erbij pakken. Daar zit iemand. Mijn arrow glitched voor de helft, volgens mij. Ik schoot veel eerder dan die werkelijk aankwam. Hé, zit iemand boven me. Jop ik. Ben doen. Ben jij aan het doen? Hey, doe eens niet. Ik boost je. Golden ink. Hey, je stal mijn kill. Kom eens hier. Mijn arrows glitch echt heel erg. Ja, er zit een guy hieronder. Dat ik al door. Hij mag best wel naar boven komen hoor. Iemand even lava aan mijn hand. Weet je? Ik ga eerst jou pakken. Jij was die ene guy die ik nog dood moest maken. Zo, dan zijn we daar ook vanaf. Kunnen we nu naar deze gozer toe. Hallo, mijn vriendelijke vriend. Wat gaan we doen? We kunnen via de zijkanten gaan. Maar dat is wel link. Of we gaan gewoon voorwaarts en kunnen we in principe niet dood. Maar de kans is nog steeds aannemelijk dat we gewoon dood gaan. It's totally a lion, king of the jungle. Oeh, hier zit er best wel goede loot in. Ik lees normaal die shit nooit, maar deze keer wel. Oké. Redelijk wat blokken. Komt, ga je al?
Ja, ik wil hem eigenlijk pakken. Kijk, dat dacht ik dus al. Zometeen kom ik dus aan. En dan net gooit hij me met sneeuwballen eraf. Dus ik denk dat ik ga doen. Ik gewoon een safety brug bouwen. Dan kan ik in principe er gewoon niet afgegooid worden. Ik heb veel blokken, dus het moet wel lukken, denk ik. Zo. Gewoon safety number one bird. Toch? Oh, je hebt wel lef. Je hebt wel lef. Oké, we gaan eerst even een golden apple eten. Je moet heel even wachten. Dan gooi je even onder met lava. Dan laat ik je lekker in de lava leiden. Vervolgens sterf je. We hebben gewoon drie flawless games in a row. Gewoon, het is ongelofelijk. Holy shit. Nou, in ieder geval. We gaan gewoon een vierde potje spelen. We gaan kijken hoe lang we dit vol kunnen houden. We hebben al gewoon drie games in elkaar gewoon gewonnen. Laten we kijken hoe lang we dit vol gaan houden. Nooit verwacht dat het ooit zou komen. We zitten in het vierde potje en dit is de map Swords. Een map waar ik niet heel erg fan van ben. Dit is namelijk een random map. Ik heb nog nooit deze map. Nou, ik speel deze map hier en daar wel eens. Maar ik vind het echt een kut map. En er wordt overpowered gefoten. Dus het wordt nogal moeilijk. Dit gaat nogal wat worden. Oké, we nemen de scout kit voor extra speed-ups. En ik hoop dat we, ja, een boog krijgen op het begin, maar dat hebben we dus niet. Normaal gesproken, als ik een boog krijg op het begin, ga ik meteen mensen wegsnipen. Probeer ik tenminste. Maar dat kan dus nu niet. En ik ben zo meteen word ik gerekt, weet ik nu al. Ik ga deze kist pakken. Ik word gerekt, ik word gerekt, ik word gerekt, ik word gerekt, ik word gerekt. Laat me alsjeblieft leven, laat me alsjeblieft leven. Dank u wel. Oké, mooi. Kunnen we deze kist pakken? Oké, mooi. Dan hebben we verder falling als het goed is op onze boots. Doet niet zo heel veel damage namelijk. En dan, ja, kijk eens. Hier zit goede loot in. We hebben al één, geen boog. Daar ben ik wel een beetje teleurgesteld over. Sharpness 4, dat is mooi. Ik laat hem trouwens even golden shit hierin zitten. Dan heb ik dat ga ik toch nooit gebruiken. Een golden apple even innemen. Voor het geval ik zo meteen in mijn nek gefocust word. Waar ik dus niet zo heel veel zin in heb. En een pickaxe als laatste voor gewoon daarbij. Oké, laten we kijken wat we gaan doen. We hebben geen enderpearls, dus we moeten wel bouwen. Dat is sowieso verplicht op dit moment. Laten we gewoon onder kijken en gewoon voor ja, onder iets bouwen. Dus gewoon hier. Het gaat lekker snel door die item. Kijken of we hier een toe kunnen bouwen. Ja, kijk, hij is ook al sterk. Iedereen heeft zo'n beetje wel goede armor. Dat heb ik ook wel. Ik heb alleen dan geen helm. Jammer dan. Maar ik heb ook gewoon geen boog of zo. Dus ik kan gewoon niet even mensen om me heen even weghalen. En vervolgens proberen te fixen. Dus dat is wel jammer. Maar daar zit een guy die zichzelf te verstoppen. Omdat die kist natuurlijk wil pakken. Dus ik hoop dat hij me niet ziet. Dan kunnen wij, als het goed is, redelijk snel naar hem toe bouwen. We kunnen met de scout doen. Ja, weet je, we hebben scout niks voor niks. Ik heb scout voor niks. Ik dacht dat enkel houdt hier wel. Nou, oké, dan moet ik hem maar even zo gooien. Dus kijk, nu heb ik hem op. Kijk, nu heb ik scout. Want als je hem zelf op je gooit, je kan hem natuurlijk op de grond gooien. Maar als je hem op je gooit, heb je langer de scout potion. En dan gooi ik het allemaal op me. Mooi, we zijn er. Fuck, waarom gooi ik het dicht? Waarom gooi ik het dicht? Kut, kut, kut. Als ik nu dood ga, ben ik echt zo stom. Wat? Hij vliegt? Oh, is dat een arrow of vloog je gewoon, meneer de hacker? Wat was het? Het lijkt alsof hij vliegt of zo. What the fuck? Dat was heel apart. Volgens mij is dat een arrow, maar niet zeker. Ik ben niet zeker over die zaak met die gozer. Laat even de comments achter wat jullie ervan denken. Ik dacht dat dit. Ik vind dit best wel raar. Het zag er niet legit uit. Kijk, het is een tripped arrow, zeer waarschijnlijk. Zij had ze zeer waarschijnlijk wel, maar ik vind het zo vaag. Waar ze. Kom op, geef me gewoon bow en arrow. Please. Ik heb arrows, ik heb geen bow. Daar zijn bow en arrow. Oké, mooi. Kut. Niet eraf, niet eraf. Alsjeblieft. Is dit? Het is power. Kut. Zit er nog bow en arrow? Ik zie geen bow en arrow meer. Hier is nog een bow. Oh, kut. Kut, 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 kut. Hier is nog bow en arrow, hier is nog bow en arrow. Deze weg. Punch. Motherfucker, nu gaan we eventjes de rommel omdraaien. Hey, moet even oprotten. Moet even oprotten. Hey, yo. Vraag je wat, dwaas? Doe eens niet. Doe eens niet. Oeh, ik raakte hem ook nog. Die, dat angle. Kom op, hoger, 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 hoger. Nee. Kut. Fuck, ik had een hele mooie opportunity om hem net weg te schieten, maar dat lukte dus niet.
Jongens, we gaan de tactiek doen hoor. Ik word helemaal na van deze vent. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Oké, ik ga sowieso even een andere houten pickaxe pakken, want deze is bijna op. Pak even een nieuwe. Want de reken van de pickaxe gaat natuurlijk best wel snel. Ik weet niet of dit nut heeft. Dit heeft sowieso geen nut, wat ik nu aan het doen ben. Maar ja, wat kan ik anders doen? Boven van zegen, de dier raakt. Het is sowieso OP is grotendeel... een beetje met je boog spelen, jammer genoeg. Ik heb helemaal geen naam van die vinden. Ik weet niet wat zijn doel is, maar... Ik ben er nu klaar mee. Nee, mis ik? Oh mijn god, dat arrow, die arrow was recht op hem. Oké. Waarom hit ik hem niet? Jammer jongen. Jammer, jammer, jammer. Ik word helemaal gek op een gegeven moment van die vent, dus ik dacht ook gewoon fuck it, Interpol. Fuck die shit. Ik heb geen zin om heel veel moeite te besteden aan één zo'n ventje. Waar is de rest? What the fuck ga jij daar doen? Dude, re... Lekker voor hem! Oh, lekker voor hem! Oh, die arrow was prachtig! Waarom focus je mij? Omdat het kan, vriend. Ik heb misschien een beetje mijn plek verraden. Maar ja, wat ga je er anders tegen doen? Ja, omdat het kan. Ja, wat ga ik doen? Heb je, wat heb jij allemaal in je chest? Ik vraag het me nu af. Zo, heftig getal voor zo'n klein ventje. Jezus. Aan je moederpijp hoor, zegt hij dan. Ik kan echt niet raken. Maar het heeft ook echt helemaal geen zin wat ik aan het doen ben. Ik moet echt even wat anders verzinnen. Het heeft geen zin, maar ik weet ook niet waar die andere guy is. Is die andere daar? Is dat hem? Is dat die guy? Ja, dat is hem, dat is hem, dat is hem. Oké. Kut, kut, kut. Dat moet ik niet doen, dat moet ik niet doen. Fuck, ik heb een idee. Zo, deze salt, holy shit. De salt van die vent is ongelofelijk, wauw. Hoe salty kan je zijn door gewoon in de match te blijven? Ja, inderdaad, gast rot op. Oh mijn god. Hoe salty... kan je zijn? Ah, oh, thanks, thanks. Honor jou, jongen. Honor jou.
the fuck heeft hij gedaan? Ik kom nu achter hem. Kijk, die is dood. Dat is mooi. Waar ben je? 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 Oké, waar is de laatste guy? Waar is hij? Waar ben je? Oh, Tieske is de laatste. Tieske is de laatste, waar is ze? Daar ben je. Of het is een hij. Ik weet niet, is Tieske een jongensnaam of een meidennaam? Ik zie haar nu. Of hem of haar, ik zie het nu. Jezus. Oh, kut. Oké, we gaan even wat kool halen. Zo, de salt, jongen. De salt van deze guy is echt ziek. Hoe lang kan je getriggerd blijven om in een match twee gasten in OP tegen elkaar te zien spelen die alle twee niet naar elkaar toe kunnen komen omdat er anders eraf worden gegooid? Waarom blijf je zo lang in de game zitten? Ik vraag het me echt opwerkelijk af. What the fuck is wrong met deze guy? Kom op. Weet je, als je het vervelend vindt dat je dood bent gegaan en je zegt alleen, je hoopt alleen met te blamen. Ik heb er ook vrij weinig aan. Oké, Tieske, kom op. Oké, we zijn eindelijk klaar. Vijfde potje, here we come. Vijfde potje.